Was er nog wat op tv deze week? Kassie kijken met Ron Vergouwen. Kleine jongetjes worden groot, maar niet Johnny de Mol, de zoon van tv-producent John de Mol. Nadat hij een paar jaar voor een handjevol kijkers het mooie reisprogramma Waar is de Mol had gemaakt, vond papa dat zoon Lief klaar was voor het grote amusement. En deze week startte hij daarom bij Veronica met een eigen studioshow, Beat de Mol, waarin een bevriende BN'er strijdt tegen Johnny. Een beetje een kruising tussen de aloude staatsloterijshow en een willekeurige geinshow van BNN. Johnny had 10 ballen nodig om dwars door 17 van de 20 glasplaten heen te komen. Het is nu aan Winston om deze sportieve prestatie te verbeteren. Winston, beetje spuug op die Big Bertha en rost die glasplaten eruit. Tja, het taalgebruik is wel wat hipper geworden dan destijds bij de staatsloterijshow. Maar ook dit programma, Beat de Mol, moet het vooral hebben van de actie waar kleine jongetjes zo van houden. Dus gooien met auto's, je lichaam volzetten met wasknijpers, kortom, intelligente televisie. Johnny en Winston, jullie slurpgirls en boy gaan pudding slurpen. En dat wordt heel fraai, let maar op. Beide teams spelen tegelijk, de spelers slobberen om en om. Het zuigende team dat als eerste de finish bereikt, heeft gewonnen. Ja, of zoals Joop van den Endel onlangs zei over O.O. Gerso. Het is niet mijn smaak, maar in het genre erg goed gemaakte televisie. Nee, serieus. Ik vind het prima als Johnny een beetje wil ravotten in zijn vrije tijd. Maar hopelijk pakt hij wel weer snel zijn koffers voor het reisprogramma Waar is de Mol. Want daarin is hij toch echt op zijn best. In de jaren 70 zou de EO erom verketterd zijn door de achterban, maar tegenwoordig draait de omroep de hand niet meer om voor breed amusement. Gisteren startte bij die omroep op Nederland 2 het derde seizoen van Korenslag. Vanuit Studio 24 is dit Korenslag. Henny Huisman zette deze talentenjacht voor zangkoren op de kaart, maar die wil nu langzaamaan toch wel af van het christelijke stempel dat hij ermee kreeg. EO-gezicht Mark Dick komt nu van de showtrap af. Mark wie? Ik zei Mark Dick. Hoewel hij zichtbaar geniet van zijn grote show, staat het publiek nog niet voor hem op de stoelen, vertelde hij me. En dat deden ze wel voor Henny. ik heb mijn naam nog niet horen scanderen door het publiek. Volgens mij was dat inderdaad vorig jaar, maar die wel vaak, hé, niet, nou, dat is bij mij nog niet gebeurd. Maar misschien moet ik ook niet te snel willen gaan, hè? Misschien moet ik het langzaam ophouden. Ik bedoel, je kan beter een beetje klein beginnen en langzaam dat mensen denken van, hé, wat doet hij het leuk, dan dat ik gelijk ga doen alsof ik de grote man ben. Want het is nogal iemand die ik opvolg. Ook nieuw in de show is stylist en railnicht Mike de Boer. Hij gaat als jurylid vooral letten op de uitstraling en het uiterlijk van de kandidaten. Vroeger ging het nog gewoon om het innerlijk van mensen bij de evangelisten, maar tegenwoordig is talent en een leuk koppie blijkbaar net zo belangrijk. Ik vraag me af hoe lang het nog duurt voordat ook de kerkgangers bij EO's Nederland Zingt van het castingbureau komen. Ja, er was nog meer EO-entertainment deze week. Donderdag startte de Pelgrimscode. In Hilversum staat dat inmiddels bekend als de EO-kopie van Wie is de Mol. En gelijkenissen zijn er inderdaad. Bekende Nederlanders, onder wie Sandra Remer en Henk Schiefmacher, gaan in een afvalrace door het Midden-Oosten de strijd met elkaar aan. Op zoek naar de prijzenpot. Tijdens deze tocht zullen jullie informatie moeten verzamelen om de pelgrimscode te kunnen kraken. Degene die de code als eerste weet te kraken, achterhaalt de geheime locatie van de pelgrimschat. €15.000 voor het goede doel van de winnaar. Oké, de kandidaten mogen hier het geld dus niet zelf houden en de locaties die zijn wat meer verbonden met de Bijbel. Maar het grote nadeel hier is dat de kandidaten moeten samenwerken. Dus van een dubbele laag die Wie is de Mol zo goed maakt, het liegen en bedriegen onderling, is hier dus geen sprake. En dat geeft het programma net iets te weinig jeu. Het is overigens de vraag of God zelf wel achter het idee staat, want presentator Manuel Venderbos werd ziek tijdens de opnames en moest vervangen worden. En Sandra Remer, die bezweek bijna tijdens een zwemopdracht. Ja, ik heb dat nog nooit meegemaakt, maar het was gewoon paniek alom. En ik denk dat ik de dood letterlijk in de ogen heb gezien. Maar ondanks al deze extra promotie wist de Pelgrimscode niet te winnen van dat andere survivalprogramma, Expeditie Robinson, dat tegelijkertijd werd uitgezonden op RTL 5. Ik vrees dat de EO nog wel een achtste wereldronde nodig heeft om hier een groot succes van te maken. Kassie kijken met Ron Vergouwen.